Meneer Van Laar, gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. Het voedselprogramma van de Verenigde Naties heeft een dramatisch besluit moeten nemen. Syrische vluchtelingen die volledig afhankelijk zijn van voedselbonnen krijgen deze maand geen eten meer. Want het geld is op. Landen breken hun beloftes en maken toegezegde donaties niet over. En er zijn ook nog landen die niks toegezegd hebben. Voorzitter, de gevolgen van dit besluit zijn enorm. Vluchtelingen die geen eten meer krijgen zitten in grote onzekerheid over de toekomst. En zij kunnen daardoor besluiten bijvoorbeeld om verder te trekken. De overlevingsdrang zal leiden tot overlevingsgedrag. En we moeten voorkomen dat de spanningen tussen vluchtelingen en de bewoners van Libanon en Jordanië worden vergroot. Beide landen herbergen samen bijna 2 miljoen vluchtelingen. En het is een wonder dat het tot nu toe redelijk is gegaan onderling. We moeten voorkomen dat de vlam in die landen ook in de pan slaat. Want zodra mensen echt honger hebben, kan dat gebeuren. Voorzitter, ik ga er zomaar vanuit dat Nederland haar belofte is nagekomen en dat toegezegde bedragen zijn overgemaakt. Maar geldt hetzelfde ook voor de Europese Unie? De Europese Unie is een van de grootste donoren van het Wereldvoedselprogramma. En ik wil weten welke landen hun belofte niet zijn nagekomen. Welke landen laten deze vluchtelingen letterlijk in de kou staan? De winter is in en rond Syrië immers ook begonnen, net als hier. Kan de minister erop aandringen dat deze lijst openbaar gemaakt wordt, dat we kunnen zien welke landen nalaten? Kan zij landen individueel aanspreken op hun verantwoordelijkheid om hun belofte na te komen? En voorzitter, volgende week is de minister bij de Europese Raad voor Buitenlandse Zaken voor Ontwikkelingssamenwerking. Op haar en haar collega's rust de verantwoordelijkheid om deze vluchtelingen deze maand door te helpen. En kan zij toezeggen dat ze dit onderwerp daar zal agenderen?